Maar dat breken ze niet aan. Theater Zuidplein. Ik moet u teleurstellen, dat wordt ook afgebroken. Echt waar? Ja, het is helaas maar waar. Maar ook daarvoor komt een nieuw theater hier op deze plek. Oh, hier. Met een bibliotheek en een soort hal waar je lekker je krantje kan lezen en een kopje koffie kan drinken. Het Hart van Zuid, oftewel het gebied rondom winkelcentrum Zuidplein en Ahoy, krijgt een metamorfose. Wim is omgevingsmanager van het project en hij wilde de omgeving echt leren kennen. Hij besloot een maand een intrek te nemen in een iets wat minimalistisch ingericht stulpje. Je moet als gemeente werk je ook voor de bewoners en je hoort vaak van de bewoners hier, van de gemeente die luistert niet naar ons, om echt naast de bewoners te gaan leven. Zodat ik ook 's morgens wakker word van de kranen. Er staat veel op de planning voor het gebied. Zo wordt onder andere Ahoy gerenoveerd en uitgebreid, het bus- en metrostation wordt heringericht en de OV-verbindingen worden verbeterd. Wim zit nu zelf in de herrie van de bouw van een nieuw zwembad. En hierin komen dus twee zwembaden, een 25 meter bad, maar er komt ook een 50 meter bad. Dat is dus echt voor de wedstrijden. Voor bewoners hier is het best wel een belasting, natuurlijk tijdelijk. Maar wat mij ook is opgevallen, dat het geluid heel erg weerkaatst. Het zijn rechte gevels hier, rechte gevels aan deze kant. Dus nu draaien ze daar een beetje een radio, maar je kan het gewoon bijna woordelijk volgen wat ze daar zeggen. Hier, deze Gooiland Single. Die wordt autoluw. Je moet alle kanten kijken om goed op te passen dat je niet over je tenen wordt gereden. Die lopen daar dus eigenlijk met een gevaar voor eigen leven. Want zo komen die auto's, daar komen die bussen vandaan. Ik vind het tamelijk onoverzichtelijk. Kijk hier, zo tjoep, boom. Die komen zo, hupsakee, met z'n drieën zo tegelijk. Ja, dat is gewoon super gevaarlijk. Sinds januari zit Wim iedere 4 weken samen met de aannemer en de bewonersorganisatie om de tafel om zo informatie met elkaar uit te wisselen en de communicatie te verbeteren. Er was eigenlijk geen communicatie of slechte communicatie. Ja, met werkgroepen werden er gemaakt, maar daar werd niks mee gedaan. En nu is het stukken beter met de communicatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen die bezig zijn met het project Hart van Zuid goed weten hoe de buurt werkt, hoe het is om wonen hier te zijn. En op deze manier ook goed weten wat er speelt. En ik denk dat ik vind het een heel goed initiatief. Misschien krijgen bewoners niet allemaal ook op alle punten hun ding. Maar dan weet je wel wat er speelt en hoe zo'n proces, een besluitvormingsproces is gegaan. En belangrijk dat bewoners zien dat er naar geluisterd wordt. Ja. Afhankelijk van het resultaat, maar er wordt naar gekeken. Ja. Linksom, rechtsom. In het café Champs-Élysées komt een kunstpand met theater en bibliotheek. Dit betekent dus dat het café moet verhuizen. Ja. Dus we zijn nu bezig met een gesprekkenrondje. Van, wat is jouw perspectief als ondernemer op de plannen? Ik bedoel, jij zit in een pand, wat gaat verdwijnen? Dit gaat weg allemaal, ja. Dus hoe zit jij op dit moment, wat is jouw perspectief? Wij zijn op dit moment bezig met een nieuwe locatie in het nieuwe zwembad hiernaast. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Oeh, wat is de conclusie van een maand hier verblijven? Ik kan me beter inleven in de verhalen van de bewoners. Want als ik dan met op het stadhuis daar iets over moet vertellen, dan is dat geen boekenwijsheid, maar dan is het gewoon iets wat ik zelf heb meegemaakt.